wij winnen hier jeugd, denken we. We gaan niks doen, maar ja, het doel is nou om er een kamer op te hangen. Het is net best het zo'n map. Wat is dat? Een paar. Een paar? Oh, hij is dus zelf even gepakt. Ja. Is dat zo goed? Ja. Wauw. Ik ben hier net goed. Goeiemorgen, een nije daaie nije? Vlag. Vlag? Hey, hier is toen juist de tractier op squallen. En wat vonden de bandjes ervan? Vonden ze die tractatie wel mooi? Ja. Hier is mijn juf Marijke u deelt, hè? Ja. Ja, ik zeg het. En wat hier is toen kregen op squallen? Een mooie kleurplaat? Ja, dop. Hè? Zit ik een dop op? Hey, hier is toen deze kleurplaat kregen? Ja. En wat wie dit dan? Feest. Maar ik zie hoe het... Oh, dat is die feest. En er zit een taart op en een nummer 3. Ja. Hier is toen die op, hoor. Ja. Mochten ze toen jongen op een stoel? Ik zeg het. En hoe is Mami. Nog... Oh, net op een hoornkleur, ja. En hoe is nog een mooie kaart kregen van juf, zeg ik. Met alle bandjes erop. Super leuk, man. Wauw. Dat ben hondjes en de kat. Ja, en een mol. Woezel en Pip ben dat toch? Ja. Ja. Woezel en Pip. En wat is dit dan voor beestje? Een baardje. En dit is ook een soort van baardje, want hoe heet die dan? Dat is een stikkelbaardje. Ja. Wie is toen die maken? Dat vertelde ze toen met hem lezen, hè? Toen zei ze toch, wie gaat wat maken, maar dat maakt nog een beetje droegje. Ja. Met prikkers erin. Ik vind hem wel heel schattig, dat is mooie eentjes. En daar was een mooi bruin verfje mee. Ja. Die is wel heel mooi. Ze hebben die mooi plakje, hè? Ja. Ja? Waar was hem haar? Wat vind je zo'n mooi plakje? Op de tafel. Jere? Ja. Zullen we je dat zetten? Zo, dat is een mooi plakje. En een feest doet hij met Jimmer. Hebben ze een tank? Ja. Zo. Maar hier is een nagellak op haar? Ja, dat hier met... Ja, want toen is nagellakjes van Beppe Klaasje kregen, hè? Met hem hier al kleur zetten. Maar hier is verschillende. Verschillende kleuren? Ja. Ja, dat mag wel. Was het eerst kleurje of was het eerst nagellakje? Want... Nagellak. Oké, okay. Nou, gaan we dat doen. Zo, deze. Dit is even vat. Ja? Ja, dan mouwen we even omheen. Oors komt het eigenlijk met meer mouwen. Dat maakt net, toch? Nee. Nee, dat maakt mouwen. En toen was het dus alle kleurkes? Ja. Maar was het dan om en om en om dan? Ja. Roos, peers, blauw, roos, peers, blauw. Ja. Oké. Okay. Roos beginnen? Ja. Roos. En dan komt er peers, blauw. Dan komt hier weer roos. Hoeveel rozen hebben we nou? Tel eens. 1, 2, 3, 4. Vier rozen haast. Ja. Doen we nou peers? Deze kleur is net peers. Het is net echt, echt peers, hè? Nee. Nee, het is een beetje lila. Je zet maar in je peers, nee. Nou, maar voor blauw. Oh, maar wat blauw. Van Olaf. Oh ja, Olaf is ook... Is Olaf blauw? Olaf is wit, toch? Ja. Elsa is blauw. Ja. Lichtblauw. Dit is een beetje donkerder blauw, hè? Wow. Nou, eens even zien. Maar nou, wel een beetje droegje, hè? Blauw is er weer kleur. Ja, maar eens even zien. Mooi roze, lila en blauw. Wauw. Wat mooi. Nou, is het heel lang wachtje. Wat een droegje. Ja. Dat is saai, wachtje. Zullen we blazen? Ik ga maar net wat hierin. Maar wij hebben geduld, hè? Met mijn verhaaltje vertellen. Ja. Een boekje pakken. Ik kies toch mijn wachtje en dan ga ik weer verhaaltje. Oh, door het zo lang, hè? Ik ben Elsa. Ik ben Elsa boekje. Oké, okay, dan wordt het Elsa boekje. En welke van Elsa Worst? Die. Ja. Zijn die daar? Ja. Nou, zo, je bent nog lids bandjes, hè? Je bent nog lids. Met Anne en Elsa nog lids. Oeh, dit is wel heel volle tekst. Met hemzelf weer een beetje een verhaaltje bij maatje? Oh, dat is wel... Wat gebeurt je? Anna en Elsa weer mooi aan het watchen. En Elsa kan een beetje toveren, hè? Ja. Je tovert al je smier en iers. Zeg, Elsa is helemaal in de loft. Nou, dit is Elsa. Anna is in de loft. Ja. Anna, Elsa doet ze... Tovert Anna helemaal in de loft. Zo zijn vier dat het al een beetje droog is? Ik denk dat het wel droog is, hè? Yes. Hé, hey, ik heb hier een idee.
Wie met aan de beestjes even dwan, hè? En ik dacht, misschien is het wel leuk om even op die nee fiets de hele te fietsen. Het is nou droog. Mijn Elsa's gewoon seconden. Nou, dan kun je ze wel meenemen, maar het is net handig om om. Want de groen is wel een beetje weer. Dus dan doen we de leersjes even om en dan nemen we de Elsa's gewoon mee. Is dat een goed idee? Ja, die kan ik bij Beppe. Ja, juist. Dan doen we bij Beppe een bakje koffie. Maar zullen we dan fietsen boeten? Ja. En dan was het die Elsa jurk omhouden, hè? Ja. Maar dan moet er al even een legging onder. Of met een beetje koud met bleven voor. Zullen we even een legging op zitje? Ja. Oké. Okay. Wij zullen even naar boeten. Lekker fietsen. Het is eindelijk weer een keer droeg. Dus, en ik kan Ildo haar nee, fietsen natuurlijk. Ik heb even gesproken. Best. Wie nog even een legging om? En doe ons nog even een pisje erbij. En dan geven we die kant op. Want jongens, Ildo die pis. Nou hield het op het pad, hè? Supergoed. Je doet het mij. Deze is net. Nee, omdat je het op een pad is, dan werd het onderbroek net weer. Dus dat is toch super knap. Dan oh, wat bist lienig en handig. Oh, jong. Nou, daar gaan we, meid. Lekker op een nieuwe fiets, man. Heerlijk. Als je een pijntje kreeg, hè? Maar ze bieden die ik wel even een stapje. Maar we zien dat er auto's rondkomen. Even zien. Komt er ook wat om? Daar net. Daar rekt net. Nou, dan kunnen we wel. Sturen. Ja, daar gaat ze. Nou, lekker even boeten. Ik viel wel een paar drukjes, dus het zal wel net heel lang droeg blijven. Maar gaan we toch correct in een frisse neus halen. En Ildo kan eindelijk op haar mooie nieuwe fiets boeten. Want dat is natuurlijk het leukste, boeten fietsen. En maar zien ze God onze speer, jongens. Is toch machtig dit. Ze redt haar supergoed. Goed zo, Ildo. Hey hondjes! Wauw, dat is super snel! Wauw! Nou, en Ildo had Beppe Klaasje spot, dus je weet wel waar die hennegien is. Beppe is echt favoriet. Nou ja, ik zei dan, was het mij naar de beestjes of was het mijn Beppe Klaasje? Maar nou, Beppe Klaasje. Dus ik zei, dan doe ik even de beestjes. Ze wacht chill op me. En dan, nou ja, ik haal een bakje koffie van. Hey, goeiemorgen. Kom jongens, wacht. Hallo. Zo. Nou, alle beestjes weer eten. En ja jongens, je weet het verhaal nog van de knieën. Nou, er binnen nog twee. Hé hey, jongens. Nou, we in je jeugd, denken we. We gaan niks jongen, maar dit hield de hik even in. En dan naaien alle knieën nu. En eentje is dus, gaan we net weer vangen, kind. We gaan proberen te vangen, maar we eten en een rentje. Maar het is net slagen. En ja, uiteindelijk gaat er dus net genoeg eten gewoon. Dus die laai idee op het hier. Dus het is echt, het begrutte me sabot. Dus we gaan nu nog twee knieën door. En deze guide. Die krijgt altijd apart eten, want die werd altijd heel goed plegen door de oren bij de geiten. Dus we hadden toch besloten dat die voortgeert. En ja, dat vond ik eerst wel heel lastig, maar we gaan nou een heel mooi plakje voor. Nou ja, we hadden net heel tijd bokt weer door de oren bij. Dus die giet me kwart nek voort. Dus we zijn wat krompen qua besten. We gaan nog vier hintjes, twee knieën en de blote zaan, twee geitjes hoor. Nou, dat is ook prima voor je, maar ja, het is wel schande hoe het dan soms giert. Het is nou aan, komt de winter erom, maar misschien dat we van het maaitje weer eens een keer jonge knietjes ervan gingen. En dan één of twee horen, dat we een beetje wat meer knieën hadden. Dat zou heel mooi zijn, maar ja, ik ben heel blij met mijn beestjes, dat weet je wel, je rek wil. Dus ja, ik probeer het ook altijd heel goed op te passen. En dan is het schande dat oren, nou ja, er een beetje om molesteren, zeg maar. Dus ja, het doel is nou om er een kamer op te hingen. Het is net best zo mat, maar we gaan hier een kamer op hingen. Dat we toch zien kunnen wat hier ja, s'nachts bad, jongensbad of hier net binnen. We willen een beetje op je beestjes passen. Dus zo. Nou, ik zal even op een bak koffie. Ik zie hem zo weer. Lekker eten, poppies. Oeh, wat hast u daar van lekkers. Wat is dat? Een paar. Een paar. Oh, heeft u zelf even gepakt? Ja. Wat denk je? Daar heb ik wel zin in. Nou, betere snoep, toch? Ja, lekker man. Oh, heerlijk, hè? Nou, dat mag je wel pakken. Fruit kan altijd wel, hè? Was dat wel drinken? Nee. Nee? We hebben dat even een bakje koffie. En dan, wat maar waan is even de waan. Ik dacht, misschien kan je een mooie blommetuin, meidje, te geren. Die hele grutte.
zo. Nee, die is net op. Nou, het kontje, maar die is ook net lekker, toch? Nee. Nee, die is ook net lekker. Even build a garden. Dat betekent bouw die eigen tuintje. Zeg je nee? Net als aan. Dat moet je zien. Nee. Moet je doen. Aan zal doen dan misschien. Tovertuut, hè? We gaan eens eigen tuintje bouwen. Maar we eerst testen al hier onder dan, hè? Je kunt het mooi intrekken, hè? Dat is een knikkerbaan. Dat lijkt al hier door de vloer. Nou, het ziet er wel heel mooi uit hier, daar. Zo lijkt het dan? Ja, maar we eerst even de green erbij. Wie is dat? Nou past het weg. Ja. Oh, dus dit is het yes. En dan kan je daar al die mooie blompjes in, meidje, hè? Ja. En Charmaine begint met een bladje. En ik begin met een bladje. Zo, het begint op die kant. Op mijn deze kant is het op die kant. Gaan we elke zijn eigen kant? Nee, ik wil deze kant uit. Oké, okay, dan doen we beide op deze kant. Ja. En wat doen we? Ik doe de blauw. Oh, dan doe ik een roze. Past er voor mij zo, hoor. Dan doe ik er een mooi klompje op. Dan doe ik een rondje. Oh ja, dat vind ik mooi. Dan doe ik hier nog een bladje. Ja. Ik doe deze beer. Dat is wel leuk, hè? Wauw, is eigen tuintje. Maar ik zet die. Wat een schatje. Is toch die weer? Ja. Wat mooi. Mijn stiekem ook wel heel leuk, hè? Maar ik bedoel, je ziet hoe mooi dit eruit ziet. Uw eigen tuintje. Zullen we eens even chillen? Chillen? Ja. En wat is chillen dan? Wat woens bij chillen? Ik wil op een bank chillen. Op een bank chillen? Nou, dat jij net gek. Kijk maar, nog eerst een uw tuintje aan, meidje, denk ik? Ja. Haast van zaken, jij, denk ik? Zijn zaken dat ik altijd chillen? Ja. Oh. Chillen. Wat een mooie is. Zie je een dronken? Ja. Hey, hier is Claire. Wat vies van uw stuntje? Ik vind hem echt super mooi. Hier zitten nog gatjes. Ja, er zitten nog gatjes, ja. Nou ja, zie, ik ga dan peer prikken. Maar we gaan hem heel heen bouwen. Of je maakt ergens nog een blomkje in het plantje. Kun je nog hier niet? Wat? Ja. Is dat zo goed? Ja. Wauw. Ik vind die is goed. Wauw. En nou is iedereen allemaal alles mij de liefde van de blomkes. Iedereen is nog blij van de blomkes. Mooi maken, meid. Zullen we nog een keer doen? Nog een keer op een ei? Ja. Met alles weer in de bak? Ja. Ja? Nou, begin nog een blommetuurtje, meidje. Vast een etenkleermaatje. Etenkleermaatje? Ja. Wat voor eten? We gaan toch niet snitten. Bal aansnitten? Ja. Plop, plop, plop. Nou gaan we aan bed. Applaus voor jezelf? Nou gaan we aan bed. Oh, wauwie. Hoe gaat mijn die net? Nee, hij heeft niks. Ik vind mijn suiker wel mooi. Wow! De gek! Ze is bij de klaai? Ja. Wat is meidje? Kijk, dat is eerpen. Nee, mama, is net mijn tosje. Dan vrees ik mijn hemel met mijn eerpen, hè? Maar bij de tosjes, toch? Ik vind mij een beetje schande. Zeg, maar zeg. Met z'n allen jij eerpen? Ja. En wat is meidje? Een vlinder. Een vlinder? Van mijn. Oh, dat vind ik leuk. Dus je mem even een waskop vouwen. Ja jongens, Ilde had echt super mooi boatjesgoed gekregen van haar jeetje. Die blommen toen is echt geweldig. En de fiets, we kunnen eindelijk boeten fietsen, hè? Ja. Nou net meer, hè? Nee. Het rijdt nou weg. Bleh. Maar wie had toch even boeten fietst? En dat gaat zo goed als wel. Dat ben ik wel grutskop. Nou ja, en Ilde is er nooit met de klaai. Ik zal wat huishoudelijke taakjes doen. Wij soms zitten. Voest het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen. De groen is. Oh, een hondje in de Rijn. Ja. Oh, wat zielig.
Vind je het net hetzelfde dan over die tablet als telefoon? En de vrouw is weer. Ons? Een nieuwe?